Welkom bij Vera D. Vandaag gaan we diep strekken op relaxerende muziek. We gaan eerst 2 minuten opwarmen. Kom in neerwaartse hond en wandelt uw voeten heen en weer, heel heffen, afwisselend. Kom in hoge plank en zak neer naar lage plank. Kom in sphinxhouding. We gaan deze enkele seconden houden. En terug naar kindhouding. Ontspannen. Kom in neerwaartse hond. Hef 1 been naar het andere, zodanig dat ze warm worden. Kom in hoge plank. Zakt verder naar beneden, terug op je knieën en ontspannen. Kom in gestrekte hond. Plooi linker en rechter knie afwisselend. Kom in plank. Zak door de ellebogen, lage plank. Zet je knieën op de grond en ontspan. Neerwaartse hond. Wandel met je voeten. Hoge plank. Zakt verder naar beneden. Brengt uw hielen op de knieën op de grond en ontspan. Kom in sphinxhouding. Ga liggen met je buik op de grond. Houd de armen onderarmen dicht bij je lichaam en op schouderbreedte. Druk je heupen en buik naar de grond toe. Je kruin van je hoofd trekt naar boven. Je schouder laag, ver weg van je oren. Dit gaan we 2 minuten volhouden. Diep strekken. Kom in opwaartse hond. Beginners blijven in sphinxhouding. Laat uw achterste benen zakken. Heup en buik gaan naar de vloer toe en het kruin van het hoofd gaat naar het plafond. 2 richtingen. Heup en buik trekt naar de vloer toe en het kruin van het hoofd trekt naar boven.
teruggaan naar de kindhouding. Zit vlak, wijzen naar de hielen en strek de armen voorwaarts. Ga op je rug liggen. Voor ruggengraatdraaiingen. Kruis het linkerbeen over het rechterbeen en haak de voet achter de kuit. Breng je handen achter het hoofd. Beginners houden de armen gestrekt. Draai van huid de heup naar de rechterkant toe, naar het scherm toe en kijk naar het plafond. Als uw ellebogen van de grond afkomen, dan moet u uw armen strekken. Beide ellebogen blijven op de grond. Kom terug naar boven met de knieën. Breng de knieën naar de borst toe en maak mooie cirkels. Van links naar rechts. Ontspan de ruggengraat. We hebben een diepe strekking gedaan. Andere kant, van rechts naar links draaien, beide knieën houden het been. Breng de knieën nog naar uw borstkast. Breng het andere been over de linkerbeen en haak de voet achter de kuit. Beginners houden de benen gewoon in tafel. Strek de armen zijwaarts. Als de ellebogen omhoog komt, strek de armen zijwaarts. Hier houden we ook een tweetal minuten aan. Diepe strekking.
Kom terug naar boven en omkruis de knieën. Breng de knieën naar je borstkast. Ontspan. Breng de benen naar achteren, open de knieën en breng ze terug naar binnen en terug samen. Naar achter, open de knieën, breng terug naar binnen en terug samen. Open de knieën. Naar achter, open de knieën, naar de borst. Naar achter brengen, open de knieën en naar de borst. Ontspan de rug. Andere kant, breng de knieën eerst naar de borst, open de knieën en kom van achter terug naar voren. Borst, open de knieën, maak cirkels met je knieën. Naar de borst, open de knieën, maak een cirkel en kom terug. Houd de knieën terug tegen de borst aan en ontspan. Kom in kleermakerszit. Beginners blijven hier in deze houding en breng het hoofd naar voren. Uw handen op uw hoofd niet trekken. Het is gewoon het gewicht van de handen die uw hoofd naar beneden brengen. Beginners blijven in deze houding. Zij die verder kunnen gaan op hun rug liggen. Halasana, de ploeg. Breng uw benen naar achteren. Voeten op de grond, beginners op een stoel. Verder strekken, plooi uw benen. En strek uw armen achter de rug. Breng de ellebogen zoveel mogelijk naar elkaar toe. Bij het ongemakkelijk aanvoelen stopt u met deze houding. Ellebogen drukken naar elkaar toe. Deze houding is ontspannend voor de hersenen en het zenuwstelsel. Breng uw handen op uw kuiten en blijf nog even in deze houding. Uw rug is nu iets meer boller. Kom terug, strek de benen, houd de voeten vast en kom langzaam op uw rug. Kom in kleermakershouding. Sluit uw ogen en neem de sensatie dat u heeft gehad van deze strekkingen, wat uw lichaam heeft gevoeld.
keer tot uzelf met deze waarneming, duidelijk in uw hoofd. Dag en tot de volgende.